Zo, we zijn weg hoor. We zijn weg en we zijn weg met Willem-Jan de Loos. Gaat alles goed? Nou, niet helemaal, want er blijft er eentje hangen. Na de Paul-Lemmens-courve komt niet zoveel sneller meer vooruit. Ja, uiteindelijk wel. Komt hij heel laat op gang. En het is ook, ja, het is ook Willem-Jan de Loos. Die, ja, hij werd niet helemaal lekker wakker, zoals ik hem vanochtend sprak. Maar hij zit wel in ieder geval. Hij voelt zich wel lekker op dit moment. Hij zit wel lekker vooraan. De man met staat op 54. Uitkomend voor Combicart. Uitkomend voor Combicart. Achter hem is het Boldizar. Roijker zit er ook bij. En dan zal dat wel die er niet zijn. Die voor hem sleutelt. Voor, nou, we gaan kijken. De Loos op 1. Dan Boldizar van, oh kijk, 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 daar is hij hoor. Het duveltje uit het doosje. Die vinden we dan daar achteraan. Boldizar met Senne van Walstein. Met het Walzak en Roy Keurs op 5. Met Mosselaar, Jordi van der Eijk. Lorenzo Stolk met Stormbroer op 9. Emily de Heus met Loek Hartog. Axel Goes op een 12e plek. Grote stappen neemt hij meteen even, die Willem-Jan de Loos. Boldizar blijft hem goed volgen. Achter Boldizar heb je Walzak. Dan heb je Walstein. Senne van Walstein naar een 4e plaats. Hij, altijd te herkennen aan de gifgroene helm, rijdend op de Parelind. Vorige week was hij te vinden bij, in het team van Stan Pex. Reed hij op Marienburg, op de CRG. Daarin reed hij ook weer mega tempo, draaide die de kleine man uit Amsterdam. En nu op een 4e plaats gelegen. Met een 5e plaats vinden we dan Van der Mosselaar met Roy Curves op 6. En Jordi van der Eijk. We gaan eens even kijken hoe we de zaak compleet kunnen maken. Startnummer 54. Of we die kunnen vinden. Nou, ja, die kunnen we wel vinden, maar die staat ook niet bij. Hebben we Overbeek. Overbeek met startnummer 20. André Overbeek op een 17e plaats. Toch ver. Eigenlijk dan daar die wil zitten. Met startnummer 20. Ik weet ook zeker dat hij vele malen beter kan. Na 2,5 jaar in de World Formula 4-tak te hebben gereden, is hij overgestapt gemaakt naar de 2-tak. En bij Montfort Motorsport heeft hij gezeten en zit nu bij Kees Kuijer. Kees Kuijer Racing. Ja, de Kees Kuijer ook met een eigen team begonnen. Met Christian Kuijer is dan de techneut die Overbeek ondersteunt. En gamen en sporten in de sportschool. Ik hoop dit jaar zo nu en dan op een podium te mogen. Nou ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Kuijer moet er nog alles aan doen. Althans, hij is drukdoende voor Overbeek om hem daar te krijgen. 54. Daar komt hij aan. Willem-Jan de Loos met Boldizar. Walzak met Sanne van Walstein. Dan Roy Keurs. Job Rapans op een 14e plaats. 14e plaats. Achter hem is het met start op 20. Anthony Overbeek. Waar we net van zeiden. Hij komt uit Houten. En ingeschreven door Richard Overbeek. Tekens. Milan Tekens uit Zoetermeer. Meer ook niet bekend. Van de mannen, het is ook het EVA-systeem. Is toch wel heel moeilijk hoor, om dat in te vullen. Ja. Dat nummer 14, dat is Roy Keurs. Met 10 is Jordi van Eijk en Loek den Hartog. Loek den Hartog met start nummer 4 uit Hoogmade. Rackspeed. En Loek Hartog met 4. We zullen eens kijken of Loek in ieder geval nog wat ingevuld heeft, ja of nee. Het kan wel leuk zijn. Nou nee, ook hij niet.
We hebben dan Bobbizar, die op dit moment de snelste tijd heeft neergezet. Is 55-2-3-8. Wilmian de Loos nog steeds aan de leiding. 15e voorsprong heeft hij op Sabo Boltasar. Boltasar uit Doetinchem. Komt uit op een expert. Met start nummer 30. Met nummer 2 is het Wolzak. Senne van Walstein op een vierde plaats met start nummer 44. En Senne van Walstein roept altijd: ik ga voor de winst. Ja, helaas is de winst op dit moment even niet in zicht. We hebben dan wel Roy Curris met Morselaar, Jolie van Eyck, Loek Hartog en Stormbroer op 9. Dan Tjelpa, Lorenzo Stolk en Emily de Reus. We gaan eens kijken of we ook voor hem wat kunnen vinden. De nummer 88. En nummer 88 spreken we dan over. Eens kijken. Dat is Stormbroer. En ook, nee, ook Stormbroer. Verder niets van bekend. En ook niets ingevuld in het EVA-systeem. Wat zo'n prachtig mooi systeem is. Dat Rotax eigenlijk erbij aangevuld heeft. Om de man uit Nijkerk. Daar komt. David Boer wel, of in ieder geval Stormbroer wel vandaan. En David Boer is zijn inschrijver. Dan Tom van der Zwet, met startnummer 64. Scott Westenhovers, Westenhovers met startnummer 31. Klopt, Westenhovers met startnummer 31. Nou, kijken. Waar is die? Ook hij helaas, John Westenhovers, zijn inschrijver. We gaan eens kijken terug in de race waar het hele verhaal zit. En de Loos nog steeds aan de leiding met Boldizar en Walsek. En we zullen kunnen eens even kijken. Het is Tjelpa. Tjelpa die komt vanaf een 13e plek. Tjelpa dan op 10 te vinden. Nog niet zoveel vooruit gekomen. We gaan eens zien. We hebben er dan Luna Bloem. Die vanaf nu op 14 rijdt. Komt vanaf een 18e plaats. Loek Hartog. Vanaf een nu op 18. Dan komt vanaf 15. En ja, we hebben natuurlijk wel hele... De wiek zijn hele vier monteurs op dit moment en ook begeleiders bij zitten. Debbie is er daar onder andere één van. Ook de Chris Hane begeleidt ze. Maar we hebben natuurlijk ook niemand minder dan de rallyrijder. Ja. Zal ik het noemen? Doen we het zeggen. We hebben hier nu in ieder geval Willem-Jan de Loos met Boldizar. Boldizar. Met Walzak en Senne van Walstein op 4. Dan Curves, Nick van der Mosselaar. En Jordi van der Eyck en Loek Hartog op een 8e plaats met startnummer 4. Hele mooi. Kijk. Daar net door de Paul Lemmens curven. Maar is er eentje... Ik kan het hier vandaan even niet zien, maar met een heel groepje bij elkaar, prachtig mooi op elkaar, aansluitend in de middengroep. Dat gebeurt er. En volgens mij is dat, zitten daar Den Hartog tekens, daar in die klasse een beetje, die kant een beetje. En Willem-Jan de Loos is in ieder geval in deze klasse nog steeds dezelfde aan de leiding. En ook met Boldizar nog steeds achter zich en Arton Walzek. Senne van Walstein op 4 met... De gifgroene helm komt niet veel verder dan een vierde plek op de Parolin. Nummer 55, daar hadden we het over dat setje vanaf 5 Axel Goes. Met Job Rapans, Anthony Overbeek, Tom van der Zwet. Ook de mannen uit het team van Kees Kuijer. Fabian Bok en Klein Geert Oostrom, Brit van Oostrom op 22. En Kevin Holstag op een 23e plaats. Hij, die, het is die Kevin Holtslag, zijn papa heeft een mega mooi bedrijf in Zutphen staan, een poederbedrijf. Totaal opnieuw verbouwd, vertelde hij mij. Dat is de vader van Holtslag.
We gaan naar Willem-Jan de Loos. De Loos nog steeds aan de leiding. 10 minuten. 10 minuten heeft hij de leiding al. En neemt al verder en verder afstand van de andere mannen. Het veld wordt wat verder uit elkaar getrokken. Ook Nick van der Mosselaar met Roy Curres op 6 van der Eijk. Loek Hartog, Tjelpa. Ja, Stormbroer. Ook wat ver bij de kopgroep vandaan. Zeker ver bij Willem-Jan de Loos vandaan. En ja, ik vind het een hele prestatie. Als je echt mega ziek bent, punt. Pole position neerzetten. En dan ook nu nog vooraan rijden. Uitkomend voor bij de Max Senioren. Op een Tony Kart voor Combi Kart uit Schijndel. Nummer 20. Nummer 20 krijgt van de wedstrijdleiding Anthony Overbeek. 3 seconden aan zijn derrière. En nummer 20. Zullen we eens kijken wat de mededeling daarop is. Op 20. We hebben in ieder geval 20 krijgt 3 strafseconden. Ons sportief rijgedrag. Dat is dan... Goeiedag. 12-1, 12-4. En ook de nummer 31, nummer 5, 24 en 67 hebben die straf gekregen. De snelste tijd is ook nog steeds voor Willem-Jan de Loos. Men staat op 54 op een eerste plaats gelegen met 55-2-0. 55-2-0 aan de leiding. Wolnizak komt er niet aan te pas. Nummer 2, Walzak ook niet. Denner van Walstein ook niet. En die heeft Van Walstein nu vlak achter zich. Ja, kijk even. Dat zijn de mannen Nick van der Mosselaar en Roy Curres. Die krijgen aansluiting bij onze Senna van Walstein. Let maar op. De man op de Parolin. Parolin wordt vertegenwoordigd door Frank Sieplik. Oh nee, sorry. De dochter, die is eigenaresse van het team. Vader is in dienst bij dochter. Dan hebben we ook de nummer 8. Krijgt ook van de wedstrijdleiding 3 strafseconden. Ik zal ook even kijken waar het daarom gaat. Is het dan ook de nummer 8. Heb ik hier nog niet op beeld staan. Is krijg wel van de wedstrijdleiding 3 seconden. 13 minuten. Hebben we dan bij de senior Max. Dan had ik eigenlijk wel verwacht. Dat degene met start op row 19. Luna Bloem. Die altijd ook van zich doet spreken. Dan hier dan op een 13e plaats rijdt. Maar ze is er dan toch nog wel 5 opgeschoven. Luna Bloem met start nummer 19. Komt uit Didam. Haar vader René Bloem. Ook moet maar eens op de site kijken. Heeft al mega mooie aanbiedingen van auto's ook. Die Bloem. Naar de vader van Luna dan. Hè? In elkaar gereden en niet in elkaar gereden. Oh, dat was de laatste eentje. Die had hij met een volle verfbak. Was er in een mooie Audi neergegooid. Nou, dat was sukkel geweest aan die we gedaan hebben. Of gaat een hekel aan die mensen. Kan ook. Maar hij bood hem in ieder geval aan voor een hele mooie aantrekkelijke prijs, vader Bloem. We hebben Axel Goes op 14. Dan Van der Zwet op 15 en Overbeek op een 16e plaats. Maar, ik moet zeggen, Overbeek heeft natuurlijk ook nog een keer 3 seconden aan zijn derrière. Dennis Siemens heeft... Daarnet van de wedstrijdleiding, Dennis Siemens krijgt 3 seconden. Dan gaan we nu over naar de laatste fase van de wedstrijd. Althans, die richting gaan we op. Ik zie dat het potje bijna naar buiten komt. Maar het is nog steeds de Loos met Wolnizar, met Walzak en Van der Mosselaar. En Van Walstein op 5 inmiddels en Curves op 6. Kijk al, ze komen eraan. En Van Walstein kon het geweld niet houden van... Ook nog de nummer 14 aan vlak achter, dat is Curres. Denner van Walstein kan hem dan met zijn kunnen wel redelijk van hem afhouden. Op de Tony, die Denise, ja, heel slim hoor, wat Van Walstein doet. Houdt zijn plaats op die manier. En ik weet ook dat die Denise natuurlijk ook
iemand met zoveel ervaring en ook Europese en wereldtitels achter zijn naam heeft en ook absoluut weet hoe je een kart af moet stellen. Zijn vader was vroeger hier de grote man van de tijdwaarnemingen, Wim Denies. Helaas is hij niet meer onder ons. En we zullen eens even kijken of we van Kelpa nog wat kunnen vinden. Nee, ook van Kelpa kunnen we niks vinden, alleen een foto. Wouters, ja, kijk eens aan. Edwin Wouters uit Purmerend, Joey Wouters. Hij, de sponsoren, de Vissende Hollander, Poelstra Autodemontage en de Franeker EBTC beveiligingssystemen zijn sponsoren van Joey Wouters met start nummer 40. Willem-Jan de Loot, 1,2 seconden is zijn voorsprong op Boldizar. Wolzak, daarachter, ook in zijn eentje, helemaal weggelopen bij de ander, bij Van der Mosselaar. Roy Curres is inmiddels is hij aan Van Walstein voorbij, maar dat zat er natuurlijk dik aan te komen. En Van Walstein op de parelin, nu achter Curres. En Jordi van der Eijk met start nummer 10. Nou, dat is in ieder geval mooi te weten. Dat Kjelpa, hij heeft het dan wel niet vermeld op het EVA-systeem. Maar ik neem aan dat zijn sponsor daar straks hem wel op zal wijzen. De man uit Capelle aan de IJssel. En hij wordt ook ondersteund door Goedzijn uit Woerden. Daan Tennekes, daar de grote CEO. En ook na de brand weer helemaal opnieuw op orde. En ook prachtig mooi kan hij de auto's rappen. Heb ik gezien. Een hele mooie Range Rover in het groen. Heeft hij even uitgewerkt daar in Woerden in het nieuwe pand. Maar Kjelpa en ook de dealer van de Schaft. We krijgen de Loos. Boldizar, Walzak, Mosselaar, Roy, Curs. Met Senne van Walstein, Jurie van Eijk en Kjelpa op een achtste plaats. Waar ik net al van zei. Hij wordt ondersteund door Goedzijn. Maar het is 1. Willem-Jan de Loos. Boldizar wordt dan 2. Arton Walzak op 3. 4 van de Mosselaar. En 5 Roy Curs.